Jongeren vanaf 17 jaar die nog niet in het bezit zijn van een ID-kaart zullen vanaf 25 januari 2022 een boete betalen van 275 SRD. Dit zegt directeur Anastasia Canapé-Pocky van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ontheffing verleend aan de groep die zich nog niet heeft gehouden aan de burgerplicht. Volgens die wet moeten alle ingezetene 16-jarigen die woonachtig zijn in Suriname, moeten een geldige ID-kaart hebben. En het moment je dat niet doet, je wacht totdat je de leeftijd van 17 hebt bereikt, dan gaat u dan boete betalen en ook de kosten. En de kosten en boete die zijn in totaal 275 SRD. En wij zeggen van, nou, ko ugidesma ontheffing, laten we ze een periode geven om de ID-kaart alsnog kosteloos aan te vragen. En ze hebben zeker de 17-jarigen of de burgers die de leeftijd van 17 jaar reeds hebben bereikt, ID-plichtig zijn, hebben tot en met 24 januari 2022 de ruimte om de ID-kaart kosteloos aan te vragen. CBB in Transformatie en CBB Wokinki Atori zijn twee programma's die voorlichting verschaffen aan de samenleving omtrent de e-ID-plicht. Landelijk heeft het CBB 19 ID-locaties met verruimde openingstijden waar de burgers terecht kunnen om hun ID aan te vragen. Het CBB wil zoveel mogelijk het publiek stimuleren en accommoderen om hun e-ID te maken. Vandaar de verruimde openingstijden en de inzet van extra personeel. En in dat kader kan ik ook aangeven dat we landelijk 19 ID-units operationeel hebben waar de burgers terecht kunnen om hun ID-kaart aan te vragen. We hebben ook ervoor gezorgd in deze periode alleen om de samenleving, de burgers tegemoet te komen, hebben we ook ervoor gezorgd dat we op alle ID-locaties van ons, op alle 19 ID-locaties van ons, hebben wij verruimde openingstijden. Van maandag tot en met vrijdag is dat vanaf 7 uur 's morgens tot 6 uur in de middag kunnen de burgers bij de ID-unit terecht om hun ID-kaart aan te vragen. En ik kan u ook aangeven dat we ook zelfs op de zaterdag open zijn van 8 uur tot 6 uur in de middag om meer ruimte te bieden aan de samenleving om hun ID-kaart aan te vragen.